hier op de Klimaattop Noord-Nederland. Het gaat over energietransitie. En als Alfa staan we er veel breder, want het gaat ook over bouw, het gaat over voedseltransitie, mode, interieur. Dus ja, we zijn met meerdere docenten en studenten aanwezig. We hebben een zeecontainer gekregen. Die vermaken we eigenlijk tot een kantoortje. En daar doen we allerlei duurzame dingen in. Wij hebben dus bedacht om leem tegen muur aan te plakken. En dan op een ruige manier, zodat het echt dat je natuurlijk lijkt en niet te strak is. Er zitten hier studenten van verschillende plumage, van verschillende niveaus, van totaal uiteenlopende opleidingen, die elkaar normaal helemaal niet tegenkomen, maar die hier gewoon samenwerken. Het staat in onze strategie, maar los daarvan, iedereen voelt al, ook studenten, dat het beter moet met de wereld, zowel ecologisch als sociaal. En nou, daarom zijn we ook op deze top, om dat te laten zien, dat wij daar ons steentje aan bijdragen. Project aan het doen en daarmee moeten we dus een duurzame salon volgend jaar september klaar hebben samen met de kappers. Nou, we gaan bijvoorbeeld niet blonderen en niet permanenten. Dat kan niet op een duurzame manier. We zijn aan het kijken met hoe we gaan verven, waarschijnlijk met plantaardige kleuringen. En nou ja, we verbruiken veel water met het wassen, dus dan gaan we kijken of we dat kunnen hergebruiken. Want je wil natuurlijk wel gewoon meedoen met de maatschappij en zo. En, ja, steeds wat beter worden met dat soort dingen. Vergroot dit ook het bewustzijn bij studenten dat het anders moet in deze wereld? Ja, dat is eigenlijk wel een van de drijfveren voor mij om dit te doen. Ja, de jongens die dit leuk vinden, die gaan hier helemaal hard op. En eigenlijk, aldoende, leert men. Ja? The magic is in the doing. En ik heb een shirt gemaakt. Je kan alles door een groene en een rode bril kijken. De ecologische bril en de sociale bril. En als we dat in alle opleidingen inbouwen, dan kunnen we veel impact maken met veel studenten.